Tom Verheggen, auteur van Ontmanager voor Managers. En volgend jaar docent bij de collegereeks Nieuw Leiderschap. Ja. Gaan we daar eens over hebben, Nieuw Leiderschap. Ja. Wat is Nieuw Leiderschap voor jou? Ja, voor mij is Nieuw Leiderschap draait heel erg om de vraag van... Goh, hoe versterk ik het oplossend vermogen van een team, van een organisatie, van de samenleving? En die vraag ga ik veel centraler stellen dan de vraag... wat is nou de beste oplossing en hoe krijgen we die geïmplementeerd? En eigenlijk is dat een soort gewetensvraag... die je zelf elke dag zou moeten stellen. Goh, heb ik nou aan de oplossing gewerkt... of heb ik het oplossend vermogen van de organisatie, van de samenleving versterkt? En daar draait volgens mij een nieuw leiderschap op. Maar hoe doe je dat dan precies? Heb je daar praktische tips voor? Ja, praktische tips weet ik niet, maar het zijn toch wel een aantal gewetensvragen. De eerste vraag is natuurlijk maar waarvoor doen we het? En niet wat staat er keurig in de missie, maar elke keer weer de vraag wat is de bedoeling, wat beogen we ermee? En die vraag eigenlijk leidend laten zijn. Dus we zeggen wel eens de missie is de baas of de bedoeling is de baas. Maar kunnen we die leidend laten zijn bij alles wat we doen? Dat is één tip. Tweede tip is eigenlijk ook weer een vraag. Van goh, kunnen we onszelf elke dag de vraag stellen bij alles wat we doen. Doen we dit omdat het hoort of doen we dit omdat het helpt? En dan komen we er eigenlijk achter dat we heel veel dingen doen omdat ze horen of omdat ze gewoontes zijn geworden. Maar we moeten eigenlijk steeds weer op zoek naar die vraag van goh, maar wat helpt nou echt? En wat helpt nou duurzaam? Een derde tip is dat ik altijd als mindset heb gehad van goh, hoe werk ik aan mijn eigen overbodigheid? En niet zozeer om straks niks meer te doen te hebben. Maar veel meer om te kijken, want als dat me lukt, dan ga ik dus bezig met het oplossend vermogen, met duurzame oplossingen, et cetera. En op het moment dat ik als leidinggevende heel hard nodig ben, heel hard aan het werk ben, dan zet ik eigenlijk iets uit bij andere mensen. En dan klopt er iets niet. Dus dat vind ik ook een mooie gewetensvraag. En misschien als laatste, en die sluit er wel mooi bij aan, is ook de gewetensvraag van, goh, zetten we nu mensen aan? Of zetten we mensen uit bij alles wat we bedenken, alles wat we doen. En dan blijkt eigenlijk dat we in organisaties wel heel makkelijk mensen een klein beetje uitzetten door ze te vertellen wat ze moeten doen. En de kunst is eigenlijk om te kijken van goh, maar hoe krijgen we iedereen weer aan om dat te kunnen doen wat echt helpt. Maar dan hebben nieuwe leiders hebben dan heel veel zelfreflectie nodig. Ja, dat klopt. En het gaat om zelfreflectie, maar het gaat ook om... Hoe organiseer je reflectie? Hoe zoek je het op? Hoe zoek je dat op waar het gebeurt, wat het toe doet? En dus die zelfreflectie is niet iets wat je alleen maar in je eentje hoeft te doen, maar waarbij je juist heel erg met elkaar op zoek gaat naar wat is nou het beste om te doen.